het is natuurlijk vandaag de tijd voor een schetsboeksessie. En geef deze video vooral even een dikke like. En mocht je nog geen abonnee zijn, abonneer dan even op mijn kanaal. Ik heb even twee plaatjes uitgeprint. En ik ga een van deze twee plaatjes ga ik voor jullie tekenen. Ik denk dat ik het meisje met het mutsje ga tekenen. Ik heb mijn oehoe-markers klaar liggen. Deze gebruik ik natuurlijk voor de huidskleuren. Deze zijn verkrijgbaar via Amazon. Ik heb mijn pro-markers klaargelegd. Ik zal waarschijnlijk ook niet alle kleuren gebruiken. Ik heb hier ook nog wat pro-markers. Ook deze ga ik gebruiken. En het schetsboekje wat ik gebruik is ook van het merk Oehoe. Dit heb ik natuurlijk al een keer in de review laten zien. Dit schetsboek is natuurlijk speciaal gebruikt voor alcoholmarkers. Het is echt super glad papier. En de afbeeldingen die ik heb geprint komen van de website Unsplash. En dat zijn fotografen die hun foto's beschikbaar stellen. En die je eigenlijk gewoon kunt gebruiken zonder dat er een copyright op zit. Op Pinterest kun je ook heel veel portretfoto's vinden. Alleen zijn deze niet copyright free. En als je deze dus gebruikt of publiceert, heb je natuurlijk de kans dat je een boete krijgt. Dus vandaar dat ik de foto's van Unsplash gebruik. En dan ga ik natuurlijk eerst beginnen met het gezicht van het meisje. Ik probeer het te doen natuurlijk het cirkel met daaronder een halve maan. De middenlijn voor natuurlijk de ogen. En ik vind het ook leuk om dit zo aan jullie te laten zien. Zo kunnen jullie zeker de groei zien die ik de afgelopen maanden, jaren heb doorgemaakt met tekenen. En dat ik steeds meer vooruitgang boek door gewoon heel veel te oefenen. Door het gewoon echt heel veel te doen. Ik krijg ook, ik hoor ook vaak van ja, maar ik kan helemaal niet goed tekenen. En nou, als je mijn allereerste tekeningen ziet, die leek ook echt helemaal nergens na. En gewoon door het heel veel te doen en te oefenen en ook gewoon mee te tekenen met anderen of workshops te volgen, word je gewoon wel steeds beter. En we gaan natuurlijk dit meisje een soort illustratie maken. We gaan natuurlijk niet exact natekenen, omdat er ook gewoon een klein beetje je eigen stijl erin moet zitten, vind ik. Dus er zullen wel kleine herkenningspuntjes zitten, maar het is geen portret wat we gaan tekenen. Het is een soort cartoon, illustratief, alcoholmarker, portretje is het. En ik heb natuurlijk mijn potloodstrepen gezet en dan ga ik het natuurlijk overtrekken met een fineliner die ik ga gebruiken. En de fineliner die ik toevallig hier heb is van Winsor & Newton. En de kleur is sepia. En dat betekent dat het een bruine tint heeft. Ik gum mijn lijnen eruit. En dan ga ik mijn markers bijpakken. En ik kijk even naar wat de juiste huidskleur is. Dat zie ik aan de onderkant van mijn schetsboek. Doe ik dat van, welke kleur wil ik? En ik begin als eerste de eerste plekjes erop te zetten. En waar het wat donkerder is, daar ga ik gewoon nog een keer extra overheen met mijn marker. En zo krijg je natuurlijk kleurwisselingen in je portretje. En dat is juist het leuke van markers. Je kunt het gewoon echt één voor één opbouwen. En het is gewoon heel veel oefenen en experimenteren. En hoe vaker je over een bepaalde plaats heen gaat met de alcoholmarker, hoe donkerder die plek wordt natuurlijk. En zo kun je heel eenvoudig en heel snel schaduw en diepte creëren in je portret. En soms laat ik sommige vlakken even rusten en dan ga ik eerst verder met andere vlakken, zodat de inkt wat in het papier kan trekken.
Laat jullie zien, ik ga nou over het gezicht heen. En jullie zien al kleur, kleurverschillen natuurlijk, zowel in het haar als kikker in de keel heb ik. Zoals in het haar natuurlijk. En ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Bij mij gaat eigenlijk alles hartstikke goed. En ik ben eigenlijk gewoon weer lekker aan het sporten en naar mijn werk aan het gaan. En als ik alles heb gedaan, dan ga ik er nog even met kleurpotloden overheen. Met potloden over een illustratie maak je hele leuke effecten. En kun je gewoon net even donkere tinten wat scherper neerzetten. Ook in het haar en in het gezicht. En ik gebruik eigenlijk gewoon kleurtjes van bruinzeel. Heb ik een etuietje. Maar je kunt er heel leuk mee over je illustratie, waardoor die wat levendiger wordt. En ik gebruik ook even mijn Posca-pen natuurlijk voor de ogen en wat witte strepen. En daarmee fleur je hem eigenlijk wel op. En jullie zien natuurlijk alweer wat het eindresultaat van jullie eigenlijk al ontstaan. En dan vind ik het leuk om daar zo'n gekleurd kadertje omheen te doen. En dan springt hij net iets meer eruit. En dat jullie zien wat het niet exact is. Maar zoals ik zei, we gaan geen portret maken. We gaan een illustratief cartoonisch portretje tekenen. Een alcoholmarker portret, zoals we dat zeggen. En dan is dit natuurlijk het eindresultaat van deze schetsboeksessie. En ik hoop dat jullie weer genoten hebben. En bedankt voor het kijken en tot snel bij een nieuwe creatieve video.